Nou, ik denk dat hout op zich wel goed bezig is. Ik zie steeds meer zonnepanelen verschijnen. De fietspaden zijn goed. Misschien onderwijs. Dat daar toch wat meer... de jeugd is de toekomst. Dat daar wel het geld naartoe gaat. Dat denk ik. Hartstikke leuk. Echt superleuk. Ik vind het heel fijn om hier op te groeien. Zeker ook als ik kijk. Want ik zit op school in Utrecht. En heel veel kinderen die zijn daar opgegroeid. En... die zeggen dan dat ze vroeger niet echt goed op straat konden spelen en zo. En in Houten kun je dat allemaal wel. En ik vind het gewoon een hele fijne sfeer in Houten. Nou, dat is hartstikke goed om te horen. Nou, zijn er mensen bezig met nadenken bij de politiek over wat gaan we doen met Houten de komende 10 jaar? En wat zou jij nou, jij bent nu 14, straks ben jij 24, misschien woon je hier dan nog? Ik denk dat als ik zeg maar 24 ben, dat ik wel in zo'n soort van flatwoning wil wonen. Zeker ook aan het rond, is dan wel heel erg fijn dat je dan... zeg maar overal dichtbij zit. Dus dat soort woning zou ik mijn 24ste wel fijn vinden. Toevallig had ik vanmorgen iets van Viveste. Dat ze wat meer voor ouderen gingen wonen. Ook voor jongeren trouwens. Dus als ze dat kunnen bijhouden. Dan lijkt me dat prima. Als ze maar meegaan met de bevolkingsopbouw. Dan is dat goed. Gelijkvloers, dat lijkt me makkelijk. En dat soort zaken. En dat in bredere deuren. Zoals ze nu ook al worden gebouwd. Zodat je eventueel als je wat... wat minder mobiel raakt en dat je een rollator nodig hebt, dat je die kan gebruiken. Als u 67 bent, dan gaat u met pensioen. Hoop ik, ja. Wat zou u dan willen? Hoe zou wonen er dan voor u uitzien? Wat zou uw ideale woonhuis zijn? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik heb nu al een ideale woonhuis, dus ja, in principe ja. Nee, ik heb er niet over nagedacht, nee. Nee. Dus dat ideale woonhuis, dat is je zegt je woont nou in een mooi huis. Ja, wat voor huis is dat? Mooie omgeving, meer kan je niet wensen, denk ik. Wat moet Houten voor huizen gaan bouwen? Wat meer voor ouderen. Meer, zeg maar... Wat zou ik mooi vinden is dat oud en jong samen gaat. Zoals je vroeger van die... hoe noem je dat? Van die... communes? Ja, niet communes, maar van die huisjes had rondom een steegje met oudjes en jong door elkaar heen. Dat zou ik leuk vinden, ja. Oh, u heeft er gelijk een beeld bij, een beeld van vroeger. Ja, een beeld van vroeger, ja. Ja. Ja, mooi beeld. Een kloosterachtig iets, dat je met elkaar dingetjes doet. Want ik denk voor de ouderen wordt het steeds moeilijker. Ja. En daar is weinig opvang voor. En denk ik van, is het een combinatie mogelijk dat oud en jong wat meer samen in een woonvorm zit? U benadrukt dat oud en jong samen nogal, ja. Hè? Dat vindt u belangrijk? Ja, vind ik belangrijk. Ja. En over 10 jaar zijn jullie, hoe oud ben je dan? 42. Begin 40, 42. Ja, joh. Wat zouden jullie willen dat er in die komende 10 jaar verbeterd wordt aan Houten? Je mag alles zeggen. Mag alles zeggen? Nou ja, ik denk dat er voornamelijk op gebied van sfeer, kroegen en cafés, dat sowieso wel wat beter kan. Jullie zijn opgegroeid in Houten en jullie vinden het wel een mooie stad om in op te groeien. Ja, het is hier, zeg maar, ik heb gehoord dat dit een van de veiligste plekken zijn op de wereld. En ik vind het echt, dat blijkt echt zo. Alleen... ja, het is hier gewoon een fijne plek. Ik heb hier vrienden en ja, dat is gewoon alles. Ik zou zeggen niet te veel hoogbouw erbij, hè, want Castellum dat gaat toch meer de hoogte in. En ik zou vooral heel erg letten op het behoud van alle fietspaden binnendoor en de infrastructuur dus in ieder geval op deze manier in stand te houden. Nou, het is een fijne omgeving. En vooral als kind heb ik er heel veel profijt van gehad, want we hadden een voetbalveldje voor en alles is gewoon lekker dichtbij. En je kent elkaar, dus het is gewoon... En het is ook niet zoveel afstand als je naar een vriend naartoe wilt of zo, dus je kan het gewoon fietsen. En prima.